zijn donkere tijden voor ons volk. Donkere tijden, maar het zal niet zo blijven. Het volk dat nu in het donker leeft, zal een stralend licht zien. Een helder licht zal schijnen in het land waar het nu nog donker is. Heer, door u is het volk weer groot. U maakt de mensen weer blij. Net zo blij als we zijn wanneer de oogst van het land halen. Net zo blij als wanneer ze de spullen van de vijanden door elkaar verdelen. In de heilige zaal van de tempel staat een klein altaar. Daar worden 2 keer per dag het reukoffer aangestoken. Dat is een grote eer. Daarom loten de priesters erom. Deze keer valt het lot op Zacharias. Terwijl de mensen buiten staan te bidden, gaat Zacharias met een gouden schaal met vurige kooltjes en wierook de heilige zaal binnen. Een heerlijke geur stijgt op naar de hemel. Maar opeens ziet Zacharias dat hij niet alleen is. Naast het altaar staat een engel. Zacharias schrikt. Je hoeft niet bang te zijn, Zacharias, zegt de engel. God heeft naar je gebeden geluisterd. Je vrouw Elisabeth zal een zoon krijgen. Je moet hem Johannes noemen. Gabriel gaat naar Maria toe. Maria maakt zich klaar voor een bijzondere dag. Nog even en dan zal ze gaan trouwen met Jozef. Als 2 mensen trouwen, dan geven ze vaak een groot feest. Dag Maria. Het is de stem van Gabriel. Maria schrikt. Ze laat bijna de borden op de grond vallen. Je hoeft niet bang te zijn, zegt Gabriel, want God is dichtbij. Hij heeft iets bijzonders voor jou. Je gaat een kindje krijgen, vertelt Gabriel. Jij wordt zwanger en jij krijgt een zoon. Jezus is zijn naam. En Jezus zal heel belangrijk en bijzonder zijn voor de mensen. Zo belangrijk dat hij de zoon van de Allerhoogste genoemd zal worden. De zoon van God. Krijg ik een kindje? Zegt ze. Hoe kan dat nou? Ik moet toch eerst trouwen met Jozef? En toch kan het, zegt de engel. En ik heb nog meer nieuws. Weet je wie hier ook een kindje krijgt? Je tante Elisabeth. Maria kijkt verbaasd. Toen Elisabeth net zo jong was als Maria, wilde ze heel graag een kindje. Maar het lukte niet. Nu stond Elisabeth oud. En toch komt er een kindje. Dat is wel heel bijzonder. Gabriel ziet hoe bijzonder Maria het vindt. Zie je wel, zegt de engel. Bij God kan alles. Maria is nog steeds geschrokken. De engel heeft zoveel verteld, snapt het helemaal niet. Maar zo voelt wel hoe bijzonder het is. Maria buigt haar hoofd en ze zegt, wat God zegt, dat zal gebeuren. Op een dag horen Jozef en Maria dat ze naar Bethlehem moeten gaan. Iedereen moet teruggaan naar de plaats waar hij geboren is. Het is zo ver weg naar Bethlehem. God zal goed voor ons zorgen, Maria. Wees maar niet bang. Er zijn heel veel mensen onderweg. Eindelijk komen ze aan in Bethlehem. Maar nergens is meer een plekje om te slapen. Alles is vol. Dapper loopt Jozef door. Maria voelt de tranen in haar ogen prikken. Dan wijst Jozef op een kleine stal. Hier moet het zijn. Kom maar, Maria, zegt Jozef. Hij maakt van stro en hooi een bed waarin Maria kan gaan liggen. Die nacht wordt in de oude stal Jezus geboren. Jozef en Maria wikkelen hem in doeken en leggen hem in een voerbak met stro. Wat een prachtig kindje. Wat zijn ze blij. Ze noemen het kindje Jezus. Precies zoals de engel hen heeft gezegd. Het is donker. Een paar sterren fonkelen aan de hemel. De herders moeten goed opletten dat er geen schapen weglopen. Of dat er geen wolven in de buurt komen. Opeens staat er een engel naast hen. De herders schrikken en springen overeind. Kijk nou, wat is dat? Maar de engel zegt, jullie hoeven niet bang te zijn. Ik kom iets moois te vertellen.
Er is vannacht een kindje geboren. Het is een heel bijzonder kind. Iedereen heeft heel lang op hem gewacht. En God heeft het kindje al lang geleden beloofd. Dan is er opeens een helder licht. We horen een groot koor van engelen. De mannen kijken elkaar aan en bijna zonder overleg weten ze wat hen te doen staat. Met de kuddes naar Bethlehem trekken.